hartelijk welkom namens PCO op de projectcontroleavond. Pak uw smartphone erbij. Innovatie is zo'n buzzword, zo'n kapstokbegrip. Maar het heeft te maken met vernieuwing, met flexibel zijn, met kunnen aanpassen. Waar we als controllers natuurlijk met beheersing bezig zijn. Nou, daar zit een spanningsveld tussen. Misschien moeten we veel meer naar andere structuren gaan. Andere manieren van organiseren. Andere manieren van sturen en beheersen daarmee. Innoveren is een proces waarbij de uitkomsten soms nog een variabele zijn. Welke ontwikkelingen zien jullie in jullie bedrijfstak plaatsvinden die disrupten? Alles gaat naar de cloud. Big data. Het draait mij ook om de soft controls. Alles wat we al heel vaak gedaan hebben, zou met big data heel voorspelbaar kunnen zijn. Is sociale innovatie iets typisch Nederlands? Sociale innovatie is wel een begrip die je vooral redelijk wat in de Nederlandse setting tegenkomt. Als je het in het buitenland tegenkomt, wordt het ook nog wel eens aangeduid voor de sociale impact van de innovatie. In this ever-changing environment, you and your organizations need to keep innovating. It will take a lot of time. You start your project the moment people want to search for a solution. Let's take a picture of this handsome gentleman here. What didn't they innovate? Very good. Digital camera. Speak up, champion change, do something. Misschien hebben we straks wel gewoon een kamer voor met data-analysten zitten. Je kan het natuurlijk wel big noemen, maar ja, welke data heb je het dan over? Als je in een zeer turbulent en onvoorspelbare omgeving zit, hoe je dan bepaalde verwachtingen in kaart gaat brengen, dat is heel lastig om dat met bestaande data te doen. Numbers can be really tricky. Het begint wel bij even snappen wat er nou in al die getallen gebeurt. Dus het vraagt aan iemand dat je ook de soft skills gebruikt om de goede data te krijgen. Because at the end of the day we all work with people. Ik vind in het algemeen dat we veel te weinig doen met die schatkamer aangegeven. Je kunt niet blijven volhouden dat het voor jou niet werkt zonder het onderzocht te hebben. Interessante onderwerpen, dus een mooie mix. Het lijken allemaal open deurtjes als je terugkomt, maar dan wordt het ook een keer belicht en dan denk je, oh ja, ja, hij heeft wel een punt. Veel nieuwe dingen gehoord ook, het geeft wel weer een basis om over na te denken.